medewerkers zijn in gesprek. Met wie spreek ik? Imke Zonneveld, NPGM. Hallo, kunt u mij doorverbinden met de heer Van Olffen? Heer Van Olffen? Waar gaat het over? Nou, ik heb begrepen, Brechtje Holte, is die er? Nee, maar ik kan wel even kijken of meneer Van Olffen wel op zijn mobiel kan bereiken. Oh, dat zou mooi zijn. Maar waar gaat het over? Het gaat over een melding. Melding van welk adres? Nee, het is niet zo'n soort melding. Ik bedoel, ik ben zeg maar gebeld zeg maar, door de politie in verband met iets. Oké. Melding van de politie. En uw naam nog? Malay. En een andere medewerker mag ook, als ik maar iemand kan spreken. Ik ga hem even proberen te bereiken. Oh, dankjewel. Ja? Ik heb vernomen dat wij u niet meer te woord staan in overleg met onze directie. Ik kan u daar niet opvinden. Ik wil nog wel even iets vragen. En dat is dat de politie die heeft mij gebeld en ik zou Niels Van Olffen bedreigd hebben. Klopt dat? Daar durf ik niks over te zeggen. Ik weet er inhoudelijk verder niks over. Ja, als ik wil weten waar ik hem mee bedreigd zou hebben, hoe kan ik daar dan achter komen? Dat durf ik niet te zeggen. Ik ga het wel even aan hem doorgeven, maar ik kan inhoudelijk verder niks over vertellen. Nou, ik kan wel iets anders doen natuurlijk, want ik hoef hem niet te spreken. Kijk, als jij nou gewoon even aan hem vraagt waarmee ik hem bedreigd zou hebben, dan weet ik ook zeg maar waarom de politie mij belt. Oké, ik heb de enige opdracht gekregen dat wij u gelukkig niet te woord overstaan, dus... Ja, maar niet te woord overstaan. Hè? Ik bedoel, ik hoef helemaal niet te woord gestaan te worden. Hè? Ik heb alleen een vraag dat de politie belt mij. En de politie die zegt tegen mij van, wij hebben een melding gekregen van NVGM. Ik zei oké, dat u meneer Van Olffen bedreigd zou hebben. En toen heb ik gevraagd aan die politieagent van, waarmee heb ik hem dan bedreigd? En toen zei hij... Ja, dat weet ik niet. En toen zei ik, oké, ik zei, nou, dan moet ik dat toch weten eigenlijk. Want ik bedoel, ik zou graag weten waarmee ik hem bedreigd zou hebben. Ja, dat snap ik meneer. Maar ik denk niet dat het heel zinvol is als u daarover blijft bellen. Ik denk als er inhoudelijk of daar iets meer aan de hand is, dan hoort u dat vanzelf. Wat bedoel je met inhoudelijk meer mee aan de hand? Wat bedoel je daarmee? Ik weet het fijne er niet van meneer. Dus ja, ik kan daar op dit moment ook verder niks mee. Maar als de politie daar nog iets over heeft,
dan wordt er vanzelf contact met u opgenomen. Iets over heeft? Ja, wat u aangeeft, dat er bedreiging zou zijn. Ja, maar dat heeft hij aangegeven, want hij heeft mij gebeld. Maar ik denk niet dat het helpt als u hierover iedere keer blijft bellen. Wat bedoelt u met iedere keer? Ik bel nu de eerste keer. Ja, ik heb vernomen dat u vaker heeft gebeld. En mijn opdracht is geweest dat ik u verder hier inhoudelijk niet over het woord mag staan. Ja. Dus daar hou ik het bij op dit moment. Ja, maar heeft hij ook aangegeven dat ik vaker heb gebeld over dit onderwerp? Daar weet ik ook niets van. Daar weet u ook niets van? Nee. Maar ik zou toch wel heel graag boven tafel willen hebben wat er dan gebeurd is. Want ik bedoel, ik heb hem niet bedreigd. Dat wij u inhoudelijk hier niet over het woord staan. Ja, oké. Maar tot wie kan ik mij wenden, zeg maar, dat hier wel antwoord op komt? Heeft u een momentje? Ja, geen probleem. Wachten. Ja hoor. Nee, ik heb even overlegd, wij staan nu verder niet te woord, dus daar wil ik het voor nu ook bij laten. Dus, ja, nou dat is duidelijk. Dus jullie zeggen dus gewoon van, we staan u op geen enkele manier te woord. Nee. En ik ga nu ook de verbinding verbreken. Oké, nou dat moet je vooral doen. Oké, fijne dag nog. Dag.